Zat in een donkere opgever te werken. Wij zaten op de studio voor de inpak. Maar we kregen ook wel een paar minuten voor naar de wc te gaan. Maar ik was juist naar boven gekomen en zat op mijn plaats. Ik was niet goed, want ik ging eigenlijk naar Berchem naar school. Maar als moeder had gezegd, blijf een dag thuis en dan kun je in de zetel liggen voor het raam. En morgen zal dat dan wel beter zijn. Ja, en daar lag ik. En ineens zei mijn moeder, er zijn Amerikaanse vliegtuigen, ik ga eens zien op straat, want die vliegen hier toch maar over, dat was altijd voor Duitsland bestemd. Dus, en dat zit dat blonk schoon in de lucht, dat was zo echt ze zilveren vliegtuigjes waren dat dan. En ineens... knal. En de bommen vielen opgeweerd. Ik leefde wel, maar ik zag bleek dat spietje de dood. Ik had geen voet op mijn vleugels voor naar huis te lopen. En dan ineens zat ik in de kelder op de grond. Ik heb geen trappen gevoeld. En ik zat er maar te bieden van acte van berouw. Meneer, mijn God, ik heb spijt overal mijn zonde. Allemaal bebloed, bloedende gezichten, mensen met, ja, geamputeerd of wat dan ook. Heel de rij mensen die allemaal van mortel wegvluchten of terug naar huis gingen of hulp gingen halen, dat weet ik allemaal. Dan lag daar een vrouw, wat kon het zien aan de schoentjes die ze aan had, mieltjes, maar haar gezicht was bedekt. Met een handdoek of met een zakdoek, ik weet niet meer met wat. En ja, dan zagen we dat die gekwetst was. Allee, die was graag te gepakt van de luchtdruk. En daar aan de school stonden die mensen allemaal op de puinen van de school en daar waren ze beginnen te ruimen. Dan hebben we daar gestaan, ik heb bij mijn moeder gestaan. Dan kwam er een kindje onderuit, dood, werd daar neergelegd. Was er een Duitse dokter die daar ook rondliep en die zei dood, wegvoeren en zo ging dat. Gewoon aan de lopende band. Want in de school van mijn zusje waren meer dan 100 kinderen, allemaal die er onder de puinen werden gehaald. Zij zat in het 6e leerjaar en zij was dus die hele klas... op één of twee na die gaan lopen waren of zoiets, die zijn er veilig uitgekomen, maar al de rest is dus in de puin gebleven. En onze Hendrik die was van de Nerla. Mijn naam vertelde mij wat hij gezien had van die mensen van de Nerla. Ook gekwetst en buiten lopen en neervallen en van alles. En dan is ze naar die scholen gaan helpen, veel kinderen. Ook mee op een deur en op ladders en op zijn schouder en zo heeft hem, die was dan toch al iets ouder, hè? Die was van 24, 19 jaar. En dan bij de dokters werd hij allemaal afgegeven, dat waren dokter Willemsen, dokter Verdong, dokter Schotten, dat waren drie dokters in dat centrum. En iedereen had toegewezen gekregen, ga door ze naar dokter Willemsen, ga door ze naar daar en ga door ze naar daar. En ja, die dokter Willemsen is er dan een tweeling verloren, die erin gebleven is. Het is eigenlijk iets dat je heel leven meedraagt, zo'n bombardement.